ingesteld. Ze staat midden in uw boekje. Wij voor de MAC in het Hogeland. Daar moeten we natuurlijk allemaal naartoe. In de laatste weekend van augustus voor de naar Guillaume Comblon en die zit aan het stuurwiel en zijn broer Baptiste Comblon. Baptiste zeggen ze denk ik in Frankrijk, die zit daarnaast. Die komen hier het rechte stuk op, daarom de tijd. De tijd loopt, de tijd loopt. Ik weet de snelheid, dat kan ik best zeggen, 97,8. En dan zien we de Belgen daar fantastisch bij zitten. Ja, ja, het zijn de Belgen aan de leiding, hoor. Kenny van Eekhout. Nou, dan moet je wel doorzetten, want er komt een hele stoel over je heen. Het is Gordon die aan de leiding. En dan zien we dat van Eekhout en Frederiksen toucheert hem even en dan gaan ze bijna met z'n beiden rechtdoor en daar is Muller al, gaan iemand heel erg dwars. Wie is dat dan? Bij die staat en denk van het zal mijn tijd wel duren. Maar die van Eekhout zit er niet in de derde positie. En er komt Meijer buitenom hoor. Meijer maakt een plekje goed. Manuel Meijer gaat nu naar 3, maar stuurt hem veel te hoog op. Hij moet winnen aan die bakkeristen hoor, dat is te zien. Die bakkeristen die hangt er goed uit en die moet winnen aan Meijer. Het is Meijer stikt daar. Er zit Sam Milan achter. En je kan je toch niet voorstellen dat we met deze dingen dit soort acties uithalen. Het is onvoorstelbaar. Je hart slaat gewoon over. Dat is schram. Sam Milan. Ik zou niet graag straks in het renderskwartier zijn. Ik zou een klein beetje ruimte maken straks in het renderskwartier. Want er komt een rook uit de oren van een aantal mensen. Verder! Schram, boos!
Zo, Milan. Ja, die schram komt nog wel even op visite hier, hoor. Dat kan ik je vertellen. Daar zit sowieso al een kop op, in positieve zin. Dat is een gebrande vent, maar die kreeg wel degelijk een duw. En die gaat zich wel even... En die zet hem dan voorlangs. En wie treft hij dan? Of rood vanaf de binnenzijde. Valladol met Smit. Valladol met Smit. Moet de bal er weer van achteren komen. Er gaat Stram overlangs. En die mannen zijn allemaal verbrand. Ik word hier echt bang van, hoor. Ik word hier bang van. En Schram is boos. Die zet hem nu in tweede positie achter Colin. Heeft niet de snelheid, maar wel dat verbrande vuur aan de binnenkant. En die zegt, het kan maar geen zak schelen. Ik zal jullie laten zien hoe je van tijd van rijdt. Die mag wel een Schram. Paaltjes geslagen voor Uithuizen. 100% zeker. Het is Bannen aan de leiding. Dat is de Schram. En kijk eens naar die Congo. Die denkt, Schram, jij kan je in de ogen kijken. Ik jou in de ogen kijken. Ja, het zal wel. Doe jullie maar wat je moet doen. Kom ook, kan niet meer bij Schram komen, hoor. Want Schram is, ja, verbrand zoals we zijn. Je drukt hem ertussen, ja dat moet je maar kunnen, hè. Het is Meijer aan de binnenzijde naar de leiding. En wie komt er dan buitenom? Is dat Douw Brando? Oh, dat lijkt het wel op. Marco Brando, de grote grote kilo, zit hij daar in vierde positie. Moet je ruimte hebben, maar je stuurt het gaan dicht. Brandhoven, die is gebrand voor Uithuizen. Ik geef het u te zien. Hij kan normaal helemaal in zijn voet staan. Daar is het meteen. Michael Brandhoven kan aan de stand komen. Michael Meijer met Katrien Smit. Dat is het Wilfred Dets, Bridget Bordijk. Dan zien we Mike Frederiksen, Jette Maas. Kenny van Eekhout, Axel Tana, Jos Koenig en Scott en de paard in de Belgische koppel gaat Frederiksen voorbij, hoor. Ja, ja. Gaat Frederiksen nog weer terug, hoor. En Frederiksen knijpt hem een klein beetje af. Ja, dan heb je lef. Het is daar in een strijd om de vierde plek, terwijl daar Meijer helemaal vast komt te staan. Dets, die zit pas in vijfde positie. Kijk eens links en rechts. Muller die daarbij langs komt. En dan zijn er een brand. En die is van kinderen zijn. Die is een kogel. Dat is brand over voorwaarts. Dan is het Samsung Milan, hè. Samsung Milan. Daar komt Dets aan. Dets maakt zich wat breed. Brengt Frederiksen omhoog. Die een hele goede stap aan. Maar dat is Kogel al lang gezien. En daar komt dan Dets. Maakt het breed. Samen met dit. Okay, now.
Midden in het veld zit, maar dat zijn wederom de Belgen aan de leiding hoor. Erg goed die Belgen, maar komt iemand van achteren. Er is schram en die moet dan van het gas af, die houdt die periode. Straks weer het veld in de hoogte is die in de bocht in. Links afgeraakt, deze kant van de bal. Meijer, en dan komt schram aan de binnenzijde. Schram zet hem daar in. Ja, die Belg die denkt, laat ik maar mooie ruime rijen rijden. Dan kunnen ze links en rechts om me heen, want dit is wel tricky. Ja, dat snap ik, want het gaat verschrikkelijk hard hier vandaag. Kort naar de lijn. Maarten van Meijer, Katrin Smit in tweede positie. Van en Luffner, de jonge moeder, die hangt daarover in de bak. In derde positie, Nadine Luffler met de witte staartjes. Een herkenbaar persoon, hij valt er bij uitkomen in de kamer. Maar zo te zeggen, wie heeft hier de leiding? Het lijkt me Schram die voorgaat en er komt Gordon er onderdoor. Het is een spannend bij het uitkomen van de bocht. Iedereen zit er vast, maar het is een spannend. Zit daar in twee minuten. Het is Gordon, daarom is het Brandhoven. Touché, touché. Een Schram die denkt slim zijn, hieronder blijven, kan ik erbij wegkomen. Maar dat lukt er niet helemaal. Het is Gordon met Brandhoven. Het is Brandhoven die 16 jaar aan de dag zit met de van die EK. Brandhoven zet op de kant. Europees wereldniveau zou ik bijna willen zeggen. Het is Gordon die hier van tussen is. Er komt Brandhoven weer met een jump uit die bocht. En Schram is er dan nog achter die baan. Dan best in de vierde positie. Schram en Luffner. En dan gaat hij. Des. Dat is krap. En hij zet het erop. Hij gaat er maar langs hoor. Schram niet ver, maakt het gaatje open. Zal weer niet blij zijn. Maar het is weer te steen. Luffner moest gewoon terug van alles uit zijn hoofd moeten gaan. Vamos lá,
mensen allemaal gek geworden. Dat denk je op z'n ding, hoor. Stap nummer 9. Mitch. En dan zit daar aan de leiding Rafael Sanmila met Benedict Sapp, die gaan er van tussen. En vier komen we daarmee, dan haast de Fransen rond zijn. En die Fransen zitten in de plaat, die komen nu vanaf vier, hè. Die beginnen aan elkaar te wennen. Meijer, Smit, die beginnen elkaar te wennen. Die zitten daar in tweede positie. Maar als je Comblon achter je hebt, ik zou niet daar op durven kijken. Want dan komt hij weer. Comblon. Je zet hem er zo onder. En die durft dat. Meijer, zet hem eronder. Comblon zit aan de bovenzijde. En die houdt het gas er vol op. En dan moet Meijer mee nu. Comblon gaat in het zware spoor. Maar die heeft die ideale lijf. Oeh, dat is echt beter. En je ziet het een beetje aankomen. Maar Rafael Sanmila, ik heb... Douwen. Dan ben je een hele grote, hoor. Het is Rafael Sanmila aan de leiding. We zitten in die laatste ronde. Zou Comblon daar iets kan kunnen doen? Er komt hier nog een keer een allerlaatste. Ik ken die van Eekhout. Dan is hij helemaal gezien. Waar is Schram gebleven? Die moest mee aan de buitenkant. En dan komt daar Tess aan de binnenzijde. Nou, ik ga over en ik hou mijn hart vast. En dan gaan we weer met vier man. Er zit Sam Milan ook nog aan de buitenzijde. Waar is Schram? Ik denk dat hij het vindt. Het is helemaal aan gedaan. Dan moet die mannen als Schram gaan. Dat is van dit goed gedaan. Rafael Sam Milan op dit moment in tweede positie. Dan is het Frederiks en Mars. Daar zit dan heel goed tussen Van Eekhout uit België. Doet hij erg goed. Huller zit daar helemaal in de Mars. Mike Frederiksen, Jette Maas, die worden nu voorbij gestoken door Kenny van Eekhout en Axel Kanaan. Die zitten er goed op, hoor, die Belgen. Zitten nu in de vierde positie. Die worden aangevallen door Olle Muller. Van Eekhout en Schram. Emmanuel Schram, veel dank. Aan de leiding en geeft ze een boekje mee, laat hij ze zien. En Mitch Korn die wilde wel voorheen, maar dat kan hij niet. En nu komt er met de tweede bochtje. En dan gaat Mitch Korn de aanval over de vrouw. Oei. Het is erg close deze. En die hebben ballen met elkaar, hoor. Jumie, nee. Ik
wordt er punt van. Het is Gordon aan de leiding. Dan is het test. Dan zien we Kongo. Dan is het brand over. Sam in de bak bij Rafael Sambidan. Maar ook Brandhoven gaat aansluiten. Die Fransen sluiten aan. Brandhoven sluit aan. We zijn nog niet klaar, dames en heren. We zijn nog niet klaar. En daar komen de Fransen. Die durven de deur breken. Ik heb het u eerder gezegd. Die durven daarna. Het is van de hij doet het gewoon, dames en heren. En hij komt ook brand over aan. Komt ook brand over aan. Die zoekt hem aan de binnenkant. En die brand daar in Congo. Het is brand over, die deel nog een tik uit. Oeh, dat ging net goed. Gordon voor Brandhoven. Komlon, Tets, Samila, Meijer. Jemmerbemmer. Oh, wat een finale. Die Fransen zijn goed, joh. Ja, die Fransen die kijken nog even opzij. Die dachten, Sandra Mollema is jarig. En we raken haar aan. Oh, en die Fransen zijn dit wel gewend, hoor. Die vleugel met een heftie. Oh, deze jongens. Die zullen. Mitch Gordon, Paul Smit. En wat mij betreft nog even een rondje, hoor. Mitch Gordon, Paul Smit. En ook die Fransen. Pas op hier op de baan, jongelui. Pas op. Ook die Fransen. Hè. Fantastisch op het podium. Comblon en Baptiste Comblon. Merci, merci. Merci beaucoup. En dan zien we daarover even Brandhoven en Mollema op die tweede plek. Met een fantastische jump in die laatste meters. Fantastisch. Vielen, vielen dank. Sandra, van harte gefeliciteerd. Ik ben hier.